Ik ben dus nu redelijk vlakbij Fantasialand. Ik moet nog 40 kilometer. Ik heb even snel een stopje gemaakt natuurlijk. Want ja, je bent in Duitsland en daar is de benzine natuurlijk een beetje goedkoper. Langs de snelweg betaal je alsnog wel de gemiddelde prijzen die je normaal betaalt bij bij zo'n self-service station. Maar we zijn er bijna. Volgens Waze ben ik nog even kijken. Ik moet even spieken. Ik moet nog 40 kilometertjes. Dus ja, dat komt wel helemaal goed, denk ik. Volgende shot is in Fantasialand. Dus tot zo. Nou, het is zover. Ik ben in Fantasialand. Ik moet je eerlijk zeggen, het duurde eventjes voordat ik naar binnen kom. Maar ja, ik loop hier toch binnen en kijk er net voor me heen, man. Wat een park is dit? Heel eerlijk, ik word hier erg blij van. Ik bedoel, afgelopen zondag was ik nog in de Efteling. En nu ben ik dan hier. En ja, ik kan niet anders zeggen. Ik denk dat ik een hele leuke tijd ga hebben. Dus ja, ik ga jullie op de hoogte houden. En ja, ik heb er zin in. Zo opvalt in dit park is dat er echt geen één plekje te spotten is waarvan ik denk van hadden ze nou even iets beter naar kunnen kijken of wat dan ook. Alles klopt gewoon, alles is gethematiseerd en het is gewoon heel vet. Personeel is heel vriendelijk. Ik ben nu onderweg naar Crazy Bats. Ik heb van onder andere Team Talk en Danny van Eftel Flex heb ik gehoord dat het niet altijd helemaal vlekkeloos is. Bijvoorbeeld dat ik weet dat Thomas die is er absoluut geen fan van Team Talk. Maar ja, kijk even, het is hartstikke leeg. En ik mag toch hopen dat de wachtrij een beetje meevalt. Ik ga er wel vanuit. Dus gaan zien. Ik heb dus Crazy Bats net voor het eerst gedaan. Een VR-coaster. Had ik er al twee gedaan in Europa Park toen ik daar was. Maar ik moet je wel heel eerlijk zeggen, ik vond deze zeer vermakelijk. Ook omdat je had natuurlijk drie lift hills. En het ging eigenlijk zo soepel. Die animaties sloegen zo goed aan op de baan. En ik heb kostelijk vermaakt om heel eerlijk te zijn. Dus ik. Dit was achtbaan 1 en ik ben benieuwd wat de rest van het park me te bieden heeft. Ik denk heel veel om eerlijk te zijn. We gaan nu langzaam naar de andere attracties lopen, want Crazy Bats ligt wel een beetje in een hoekje. Het grappige is, hier zie je een beetje Rookburg natuurlijk. Daar zijn ze met die achtbaan Fly bezig. En ik ben benieuwd wat dit park me te bieden heeft, maar tot nu toe is de indruk zeer goed. Dus ik kan niet wachten tot de volgende. We lopen nu dus in de wachtrij. Tenminste, ik loop nu in de wachtrij van Mouse en Chocolat. Ik heb eerlijk gezegd over deze attractie niks opgezocht. Dus ik heb geen idee wat ik moet verwachten. Ik kijk nu alleen maar mijn ogen heel erg uit in de wachtrij. Is toch leuk dit? Is toch gaaf? Dus ja, het is mooi. Ik vind het echt leuk. Ik kan er niks verkeerds over zeggen. Het is gewoon leuk tot nu toe. Ik kom nu in de wasserij binnen en het oog voor detail hier, dat is echt niet normaal. En dan ben ik dat wel een beetje gewend van de Efteling natuurlijk, maar om zo'n groot themagebied en allemaal, of tenminste themagebied, gewoon thematisering op alles te zien, dat vind ik wel erg leuk. Ik kom nu bij het station aan, dus ik ga nu even eindigen weer. Nou, tot zo. Ik heb net Mouse au Chocolat gedaan. Dat is die. Dat is ook weer zo'n echt een onwijs leuke attractie. Zwaar gedecoreerd en gewoon lachen. Ik was er niet al te goed in, daar moet ik wel eerlijk in zijn, maar ja. Het is zeer makkelijk en veel scènes. Ik dacht eigenlijk dat na drie keer schieten dat we klaar zou zijn, maar het tegendeel bleek waar eigenlijk. Je kon lekker lang je gang gaan en gewoon leuk. Ik had een high score van 1465 of zo, 14.560 of zo. Dat is natuurlijk niet je van het, maar ik vond hem zeer vermakelijk. Dat is het belangrijkste uiteindelijk natuurlijk. Dus en dan gaan we nu de rest van het park even bekijken.
ik kom net uit Black Mamba. En daar heb ik wel eens een paar hangende achtbanen gedaan. Wat ik zeg, ik ben nog vrij nieuw in alle, in alle pretparken, tenminste zo intensief bezoeken. Ik ben er nu wel bezig met het echt wat meer van gebruiken. Maar jongens, ik zit net in die Black Mamba. Nou, ieder meter is gedecoreerd. Het enige wat niet gedecoreerd is, is het remgedeelte, zeg maar, bij het station. Maar ja, dat is donker, dus ja, je ziet het toch niet. Ik kom net uit Geister Rishka in het China gedeelte. En de eerste indruk die ik had was eigenlijk, dit is wat Spookslot zou moeten zijn in de Efteling, alleen nooit is geworden. Een dark ride inderdaad met spannende scènes. Nou, spannende scènes, enge scènes, maar ik moet je wel heel eerlijk zeggen, ik zat er wel, maar om nou te zeggen dat het heel erg eng was of wat dan ook, nee, dat niet echt. En ik vond het ook wel vervelend dat ik, je hoorde gewoon die hydraulische pompen de hele tijd, weet je, die hoorde je over het geluid heen komen en dat vond ik ook zonde. Dus ik weet nou niet of ik er een goed oordeel over kan geven. Ik had wel gezien dat mensen voor mij, die hadden een karretje dat gewoon keurig zich aan de regels hield. Maar mijn karretje had een beetje het heen en weer volgens mij, want die bleef maar heen en weer gaan. Terwijl degene voor me alweer redelijk stil stond. Maar ja, maakt dat niet uit. Wat ik dan wel weer heel erg leuk vind als ik hier in China loop, dat ik dit soort dingen allemaal zie. Wat ik zeg, aan thematisering buiten ontbreekt het niet aan. Maar ja, Keister Rishka, die heeft wel een klein beetje schade gemaakt bij me. En dat vind ik wel een beetje zonde. Terwijl ik nu vervolgens lekker in de volle zon loop. Ja, wat dat betreft, ik heb niks te klagen, want het is prachtig weer. Maar we gaan langzaamaan verder. Dus met de Colorado zilver dinges gedaan. Ik vond hem erg leuk. Ja, vrij. Het is natuurlijk een mijntrein, dus die gaat vrij hoekig en beukt alle kanten op. Je hebt drie lifthills erin en ik heb nou niet echt vergelijkingsmateriaal. Ja, ik ben even de naam kwijt van de attractie in Disneyland Parijs, maar ja, dat is voor mij ook 21 jaar geleden dat ik daar ben geweest. Dus die kan ik niet echt meer vergelijken. Ik vond hem erg leuk. Ik vond hem echt heel erg leuk van die veelste scherpe bochten. En ik loop nu het gebied in waar ik al heel lang naar uitkijk. Daar is die. Daarom. En ik heb zoveel goede verhalen over deze achtbaan gehoord. Ik zie hem nu ook langskomen. Daar gaat hij. Net niet. Even kijken, misschien ziet zo. Ja. Daar was die. En dit is toch wel volgens velen de beste attractie ooit gemaakt. En je kan ook zien dat hij al wat rondjes heeft gemaakt. Je ziet daar de baan natuurlijk. Ik heb zo onwijs veel zin in deze attractie. Zo onwijs veel. Dus ik ga jullie zo meteen updates geven over hoe het met de baan. Toen ik weer stil stond in het instation, of op de rembaan, van godsamme, wat is deze goed. Hij gaat smooth, eerste lounge is al vet, dan kom je op een tweede lounge gedeelte, wordt hij nog verder. Het blijft maar gaan, het blijft maar gaan, het blijft maar rammen, het blijft maar knallen. Wat een fucking vette baan. Ik ben echt als een kind zo blij en ik ga hem zeker nog wel meer doen deze keer. Ik denk wel meer dan meer keer. Ik denk dat ik deze tot in een treurnis ga doen. Wat een goede baan. Daarom, wat een top attractie. Echt, wauw. Weet je, ik zit alsnog naar dit ding te kijken. Deze machine.
En ja, wauw, ik ben hierna nog even in Rijk geweest, ook een leuke achtbaan, maar deze, daarom, een mede pretpark gekkie zei het al, Maristiseel, van toen ik het toen ik erin zag, wist ik het zeker. Dit is de beste achtbaan ooit gemaakt en ik moet je heel eerlijk zeggen, ik denk ook wel dat ik dit de beste achtbaan vind ooit gemaakt. Nou is het voor mij een beetje lastig, want ik ben natuurlijk nog niet overzees geweest, ik heb nog nooit gevlogen. Dus voor mij is het een beetje lastig om te bepalen of het al de beste is. Maar god, man, wat is dit ding goed. Het is zo'n godsgrunde goede baan. En ja, die thematisatie van deze attractie, jongen. Überhaupt de thematisatie van heel Fantasialand, overal buiten. Ik bedoel, kijk dan hoe mooi het erbij ligt. Het is echt mooi, hieromheen. Look. Allemaal stenen. Het is echt een prachtig park om te zien. En dat voor zoveel kleine ruimte, dat ze zoveel eruit hebben gehaald. Ja, dat kan ik ze alleen maar dikke kudos voor geven. Ik zat niet heel lekker, zo eerlijk moet het wel zijn. Het was wel een hele leuke achtbaan eigenlijk. Ik moet nog steeds af en toe even wennen aan het vloggen, dus excuseer me. Dit is mijn eerste pretpark vlog namelijk. Ja, ik ben net in Talokamp geweest. Tidaro, oftewel de topspin. Ik heb al vernomen dat hij wat ouder was en dat hij een refurbished versie nu eigenlijk heeft. Ik moet je wel eerlijk zeggen, ik ben nooit zo'n fan van Top Spins, want ik ben altijd Excalibur geweest en Walibi in Nederland. En die vond ik nou eigenlijk altijd wel, nou, om heel plat te zeggen, gewoon een kutattractie. En dat vind ik bij deze, vond ik dat niet. Je bleef niet te lang onnodig hangen. Je zat een leuke effecten bij, mijn soundtrack was goed. En ja, het is uiteindelijk duurde het ook niet te lang. Je werd niet te erg in verkeerde posities gehouden. Het was gewoon goed. En ik zat wel aan de binnenkant van het scherm. Dus ik zag de vuureffecten zag ik niet echt. Maar bovenal was het wel gewoon een hele vette attractie. Waarschijnlijk zie je het al een beetje aan mijn kop. Ik ben net in Chiapas geweest. Wat een vrij interessante ervaring was. Want voor de grote drop besloot de attractie in één keer een beetje te stoppen. Dus ik zat stil. En nou ben ik al niet een al te grote fan van waterattracties. Maar deze keer had ik geen keus. En zat ik met mijn capuchon op helemaal verpakt. En om erop en hopen dat ik geen water zou vangen. En het tegendeel, drie minuten later, want dat hebben ze wel snel gedaan, werd de attractie weer open verklaard. En kon ik zo weer naar beneden. En resultaat, zeiknat, dus dat is top. Ik ga nu maar even naar onze grote vriend.
Nou, je hoort het wel waarschijnlijk. We gaan weer even in het Taron. Ja, even opdrogen. Ik ben net terug van 3 keer achter elkaar in Taron geweest te zijn. Ik kan er niks anders over zeggen. Dit is letterlijk de beste achtbaan voor mijzelf die ooit is gebouwd. En ik vind het gewoon zonde om mij naar weg te lopen. Ik vind hem zo onwijs goed. Zo onwijs goed. Die tweede lounge, nog even poef, huppakee, knallen met die bak. Ik vind het zo vet. Ik vind het echt... Het is by far mijn favoriete attractie, denk ik, in Fantasieland als ik eerder ben. Zo. Als je denkt van, hij had net toch geen pet op? Nee, maar nu wel. Want Chiapas heeft mijn haar niet helemaal goed gedaan. Ik ben nog een keer in Crazy Bats geweest. En dat heeft mijn haar ook niet helemaal goed gedaan. En dat is het irritant van lang haar. Dan gaat het in de war zitten. En daar heb ik geen zin meer in. Ik kom net uit de Hollywood Studio Tour. Nou, ik zal maar heel eerlijk zeggen, ik vond dat echt de slechtste attractie van de hele dag. Dan kom je op een gegeven moment kom je ook bij de Wizard of Oz. En bij de Wizard of Oz, ja, dan zie ik al iets wat ik in één keer zo zie. Ja, ik zie dan een bouwlamp hangen. Gewoon echt een bouwlamp aan een decorstuk. En nou vind ik het niet zo erg als je dat een beetje wegmoffelt of zo ergens. Absoluut niet. Maar vol in het zicht, dan denk ik ook van joh, even normaal. Ik heb net dus Feng Shui Palace gedaan. Feng Shui Palace, hoe je dat wil uitspreken. En ik moet je heel eerlijk zeggen, ik had er wat meer van verwacht. Ik vond de voorshow zo onduidelijk als maar zijn kan. Om nou eerlijk te zeggen wat het verhaal is, dat zou ik je eerlijk gezegd niet kunnen zeggen. Maar het was mij nou niet heel erg duidelijk. En dan, misschien ben ik dan wel gewoon ook verpest door Villa Volta. Want ja, Villa Volta is voor... Nou, voor buitenlanders is het verhaal heel onduidelijk, maar voor Nederlanders, de bokkenrijders, dat is gewoon natuurlijk Nederlandse geschiedenis. En, althans ook Belgische geschiedenis. En dat verhaal is gewoon even wat beter. En hier heb ik dat verhaal echt totaal gemist. Dat vond ik wel zonde. Want voor de rest, ja, het is een Vekoma Madhouse en hij zit gewoon goed in elkaar. Alleen ja, laten we het... Het was gewoon even te min, vond ik. Dat vond ik jammer. Even een status update. Ik heb dus net Fear gedaan. Windjas Fear. Ja, eigenlijk is het gewoon dezelfde achtbaan, alleen een paar andere elementen. En zoveel verschil zit er nou ook weer niet in natuurlijk. Maar ja, best wel heel erg leuk, erg vermakelijk. Ook weer zo'n hoppartij erin als je het station binnenkomt. Ja, ik weet niet, ik vind dat toch wel wat hebben. En ik denk eerlijk gezegd dat ik het daarmee een beetje voor deze vlog hou. Wat ik zeg, het is mijn eerste. Het wordt nog een boel knip- en plakwerk. Je ziet om me heen ook al dingen afgesloten worden. Dus wellicht is het dan tijd om de vlog af te sluiten. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Mocht je het leuk vinden, doe dan even een duimpje omhoog. Dan weet ik dat jullie het waarderen. Mochten jullie nou iets echt onwijs kloterigs vinden of wat dan ook, laat het dan ook even weten. Doe dan maar in de reacties beneden. En ja... Als ik één advies geef voor mensen die nog nooit naar Fantasialand zijn geweest, ga naar Fantasialand. Waarom? Nou, decoratie op ten top. En wintertram, ja. Scènes als dit, die zie je niet op veel plekken. En wat een vet park. Wat een vet park. Ik ben er echt heel erg optimistisch over. En ik zou hier zo weer naartoe gaan. Dat was hem. Doei!